Roos vertelt een spannend verhaal over de waterprinses met magische krachten. Ze woont op Vogeleiland en krijgt hulp van een prins. Doen jullie thuis ook mee? Ergens ver van Vogeleiland op het vasteland stond een hele stoere prins. En hij zat lekker aan zijn ontbijtje en hij pakte de krant erbij. Hop! En hij begon te lezen. Oh, hij schrok op. Spring maar. Oh. Er staat een bericht in van de koning en de koningin. Er staat, onze dochter is in nood. Wie durft er de zee over naar Vogeleiland om de prinses te helpen? Oh, ja, ik dacht de prins. En hij begint te zwemmen. Yes, helemaal naar Vogeleiland. En spring maar. Woep. We zijn op Vogeleiland. En pak je verrekijker er maar bij. En we kijken van de ene kant en je ziet kleine en grote vogels. En gestippelde en gestreepte. En, dacht de prins, er ligt allemaal plastic en omgekapte bomen. Ik snap wel dat de vogels in nood zijn. En dan vooral de uil. Want de uil die heeft geen boom meer. Buig maar door je knieën naar beneden. Helemaal op je hurken. Doe thuis ook maar mee. Breng je handen naar achter en dan verstrengel je je vingers. Kom maar zitten op je billen. Benen naar voren. We gaan bomen planten. Daar een boom. Doe maar mee. Daar een boom. Daar een boom. Daar een boom. Zo. Klaar is Kees. Zo, dacht de prins. Nou, de prinses zal wel trots op me zijn en hij loopt terug. En de prinses die was lekker aan het dagdromen en die hoort opeens geluid en die denkt, zeerovers. En wat doet ze dan? Ja, ze gebruikt haar magische krachten. Met haar handen kan ze wel meters hoge golven maken. En dan doet ze zo, woesh. Doe maar mee. Woesh. En de andere kant op. Woesh. En nog een keer. Woesh. En de prins die wordt zo meegenomen de zee in. Kom maar omlaag. Ja. Oh, wat een spannend verhaal. Hoe zou het aflopen? Dat horen we volgende week.